Axel Ronsen van NVA, welkom. Laten we het hebben over de stormbestendigheid. Windstoten van boven de 100 km per uur zijn geen uitzondering meer. Maar de minister zegt in de commissie: veilig bouwen is federale materie. Stelt u dat gerust? Maar ik vind dat de minister zich er iets te snel van afmaakt. De minister zegt, ja, federaal is er een regeling voorzien dat voor elk gebouw een architect voor de komende 10 jaar nadat het gebouwd is, aansprakelijk is. En daarmee zegt hij, is wat mij betreft kous af. Nu, als we zien, de storm die gewoed heeft 10 maart, dat waren rukwinden van boven de 100 km per uur. Dat is best niet zo uitzonderlijk, zeker niet aan de kust. Hebben we toch vastgesteld dat er vrij aanzienlijke schade is geleden geweest. Bijvoorbeeld op niveau van daken waar zonnepanelen op liggen. Ja. Er zijn nu heel veel reparaties. Leveranciers ja, die kunnen de lijstjes van reparaties niet snel genoeg volgen. Ja. Dus denk ik dat we er ons niet zo makkelijk vanaf mogen. En daarom zegt u, bouwschriften of de herziening van de bouwschriften zijn wel degelijk nodig. Niet tegenstaande dat de minister letterlijk zegt, ik zie geen noodzaak voor om de bouwschriften te veranderen of voor extra bouwschriften. Ja. Dus een bouwvoorschrift is eigenlijk een bepaalde voorwaarden die opgelegd worden aan een vergunning om te mogen bouwen. En ik denk dat we toch op zijn minst daar eens over zouden moeten nadenken. In regio's waar regelmatig rukwinden van boven de 100 km per uur woeden, zouden we moeten kunnen durven nadenken om een aantal voorwaarden extra op te leggen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over het bouwen van zonnepanelen, zodanig dat de meest duurzame technieken gebruikt worden. En dat we niet telkens met een kost voor en de particulier, de burger zitten, of de overheid, of de verzekeraar. Ja, nu die bouwvoorschriften die veranderen van de regio tot regio, of verschillen van regio tot regio, bijvoorbeeld aan de kust, moeten de gebouwen meer stormbestendig zijn? Zou het een oplossing zijn dat we naar een uniforme bouwschriftregeling gaan, zoals die gelden aan de kust? Dat weet ik niet. Ik denk dat het gevaarlijk is om te zeggen we gaan echt iets uniform op niveau van stormen gaan doen, omdat dat nu net eenmaal iets is wat heel regionaal, zelfs bijna lokaal soms verschilt van impact. Of moeten we de kust als voorbeeld nemen? Dat wil ik eigenlijk zeggen van als die al zo erg stormbestendig zijn gebouwd, de gebouwen, misschien kunnen we ze ook verplaatsen naar de rest van het land. Goh, goede voorbeelden moet je altijd verplaatsen, maar ik denk zeer belangrijk is, zeker voor de kust, ik geef altijd het voorbeeld van zonnepanelen. We hebben nu lessen geleerd uit die storm. Waarom kunnen we niet nadenken om bij de voorwaarden voor het vergunningen van zonnepanelen op daken en zo meer, een aantal technieken waarvan we zeker zijn dat die stormbestendig zijn, mee gaan inschrijven, zodanig dat die niet bij de minste wind wegwaaien. We hebben heel veel aannemers die heel professioneel zijn. Er zitten soms ook wat spelers tussen die met heel goedkope technieken gaan werken en zo. En als we dan deftige voorschriften hebben, dan gaan we ervoor zorgen dat al die panelen die er komen echt goed professioneel er gelegd zijn en stormbestendig zijn. Mm-hmm. Kunnen we ook iets veranderen aan de verzekering bijvoorbeeld? Nu moeten mensen die stormschade hebben geleden moeten een beroep doen op het rampenfonds. Valt er iets te veranderen aan de verzekering ook? Well, dat is natuurlijk, als er stormschade is, is dat altijd een kost. Een kost in hoofden van hetzij de verzekeraar, hetzij de overheid, hetzij de persoon die op dat moment niet verzekerd is en naar buiten valt. Dus vind ik het maar heel logisch, een maatregel zoals een bouwvoorschrift, die kost ons de facto niks. In uitvoering kan dat soms wel leiden tot een iets duurdere techniek van uitvoering. Maar als we daardoor kunnen andere uitgaven vermijden, dan vind ik dat dat geen taboe mag zijn. Mm-hmm. Ik zeg niet dat er van alles van voorschriften en regelneverij moet komen. Maar wat de minister zegt, is dan wat mij betreft iets te extreem. Die zegt, ja, er is niks aan de hand. Nee. Ja, hallo, als we kijken naar wat de stormschade heeft veroorzaakt aan rukwinden bij een aantal mensen en woningen, dan zou ik toch uitnodigen om eens samen te gaan. Ja, maar daar zit de angel, neem ik aan, dat de minister niet graag zegt, we gaan de bouwschriften aanpassen, want dan wordt bouwen duurder. Dat is dan, zoals u zegt, een taboe dat liever niet wordt doorbroken. Dat kan, dat hoeft niet altijd noodzakelijk duurder te worden, maar wat het zeker zal zijn, is dat het duurzamer zal worden.
dat de kans op schade veel minder is. En ik vind dat op zijn minst dat bespreken, bekijken. Het is trouwens niet van mij dat het idee komt. Het is de Vlaamse bouwmeester zelf en een aantal mensen, experts in ruimtelijke ordening, die op 11 maart, de dag na de storm, hebben gezegd: hallo, laat ons even nadenken over hoe we hier dingen bouwen. Er zijn hier nu eenmaal periodiek wat drukwinden boven de 100 per uur. Die zorgen keer op keer voor toch een aanzienlijke schade, kosten. Kunnen we niet op een kosteloze manier via bouwvoorschriften dat gaan vermijden? Ja, oké, goed. Dankjewel. En ik neem aan dat ook de betonstop en de ruimtelijke ordening in de toekomst een handje kunnen helpen wat dat betreft. Dichter bij elkaar wonen zal dan ook wel zorgen dat er minder stormschade zal zijn. Ja, verdichting kan daar zeker toe bijdragen. Niet altijd, want je zit nog altijd ook met daken en zeker als je met zonnepanelen zit, die soms kwetsbaarder zijn door de ligging of zo. Maar het kan er zeker een stimulans toe zijn. Ja. Oké, dankjewel Axel Ronsen. Met veel plezier. En we kijken nu naar het voorstel van decreet rond het vuurwerkverbod met het oog op dierenwelzijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.